I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where you sleep all day and the catfish play on Blue Bayou. All those fishing boats with their sails afloat, if I... Voilà, ik ben eindelijk aangekomen in Sint-Amans aan de Schelde, op zoek naar rust. Maar ik ga eerst een iets meer relaxte outfit aantrekken. Ga je nog lang werken? Ja, dan moet ik iets anders verzinnen. Rust vinden blijkt ook in Sint-Amans moeilijker dan verwacht. Daarom ga ik in het plaatselijke toerismekantoor op zoek naar informatie. Franske, ik heb me laten vertellen dat jij de toeristische infobrochure van Sint-Amans bent. Ik ken Sint-Amans wel een beetje, de streek ook. En jij was op zoek naar rust? Ik was op zoek naar rust en naar een paar plekjes die ik niet mag missen. Waar kunnen we dat het beste bespreken? Ik heb een perfect idee om dat rustig te bespreken, tussen pot en pint. Oké. En dat is het Ebdiep. Prima, dan zijn we weg. Oké. Ik vertrouw op de goede smaak van Franske en zij brengt me dan ook naar een prachtig uitzicht over de Schelde. Maar weet ze ook waar ik rust kan vinden? Franske, we zitten hier letterlijk op het Ebdiep en jij ging me vertellen wat ik niet mocht missen hier. Ja, er zijn een heleboel dingen die je niet mag missen. We zitten hier al aan de mooiste bocht van de Schelde. En zo ging het nog een tijdje door. Ik vat voor jullie de mooiste dingen samen. Franske, met al die tips kan ik aan mijn ontdekkingstocht beginnen. Goed. Bedankt. Graag gedaan. We gaan eerst nog even langs ons thuis. Okay. Ik ga u een gedicht meegeven. Prima. Ik passeer nog even langs Franske om een dichtbundel van Emile Verharen op te pikken. We nemen afscheid en ik krijg er nog een dikke smakkerd bovenop. Van hier laat ik je los, Franske. Van hieraf moet ik gaan. Voilà, dit is hem dan. Nonkel Emile. Toch een beetje een literaire held van Sint-Amans. Hij is hier ook geboren. Over zijn overlijden gaan verschillende stemmen op. Hij zou onder een rijdende trein geduwd of gesprongen zijn. Niemand weet het eigenlijk precies. Maar wat we wel weten, is dat we een gedicht van hem moeten lezen. En waar moet dat? Op de Scheldekaaien. Mijn dorp. Een nietig dorpsplein en enkele straten. Met op het kruispunt een Christusbeeld. En de grijze Schelde en dan de toren die zich spiegelt in het Norse water. En de wijk van de Dam, armoedig en ziek. Nonkel Emile? Straffe toebak. Maar zei Franske dan iets anders over de Dam? Ik ga u zeker langs de Dam sturen. Ja. Dat is een van de oudste plekjes van het dorp. Mm-hmm. Ik ga nog niet alles vertellen, want er zijn dingen die je echt zelf moet ontdekken. Okay, er staan ik ben benieuwd. Heel gekke huizen. Mm-hmm. En het is een straatje dat eigenlijk mensen fotograferen op vakantie, omdat ze er hier niet meer naar kijken. Ja. Ik wandel op de kasseien door het oudste straatje van Sint-Amans en laat me betoveren door het artistieke karakter van de huizen. As I look at this world, you know I'm beginning to see that this is not the world that God intended it to be. De inwoners van dit huis dragen niet alleen letterlijk een steentje bij aan de mooie inkleuring van de Dam, ze dragen ook een statement uit. Met deze auto zeggen ze nee tegen meer verkeer op onze wegen. Je moet het maar bedenken. Eenmaal terug op de Scheldekaaien voel ik me eindelijk een gelukkig mens. Omdat ik heb gevonden wat ik zoek. Rust. Mijn zoektocht loopt ten einde. Of toch niet? Van op het water is het zicht ook helemaal anders. Ja. En voelde de Schelde meer. Ja. En heb je ook het mooiste zicht op de kaai bijvoorbeeld. Ja. Zoals jullie kunnen zien is het ondertussen iets minder zonnig en iets regenachtiger geworden. Maar daar trek ik me niks van aan, want ik bevind me nu op de veerboot. En een veerboot, dat hoort bij Sint-Amans. Die moet je genomen hebben om aan de andere kant te geraken. Dus daarom bevind ik me nu op deze laatste veerboot van de dag.
was Antwerpen Vakantiestad voor deze week. Ik zie jullie volgende week terug. Tot dan! Voor meer informatie kan je terecht bij de gemeentelijke infodienst van Sint Amans of surf naar www.sintamans.be.